Ben jij van plan om binnenkort een woning te kopen? Dan is het nieuws rondom de overdrachtsbelasting je vast niet ontgaan. Starters hoeven deze belasting namelijk niet meer te betalen als ze aan een aantal voorwaarden voldoen. In deze video beantwoord ik de 10 meest gestelde vragen hierover. We beginnen met de meest voor de hand liggende vraag. Wat is overdrachtsbelasting? Overdrachtsbelasting is belasting die je betaalt als je een onroerende zaak koopt. Dit kan een woning zijn, maar bijvoorbeeld ook een bedrijfspand, kantoor, stuk grond of een losse garagebox. Voor het kopen van een woning gelden er sinds 1 januari verschillende tarieven. Je betaalt 2%, 8% of helemaal geen overdrachtsbelasting. Vraag 2. Waarom is de startersvrijstelling ingevoerd? Afgelopen jaren zijn de huizenprijzen snel gestegen en is het voor starters steeds moeilijker geworden om een woning te kunnen kopen. Met deze vrijstelling wil het kabinet starters meer kansen bieden op de woningmarkt. Beleggers gaan overigens juist meer overdrachtsbelasting betalen, namelijk 8%. Ook deze aanpassing moet bijdragen aan een betere positie voor starters. Vraag 3. Wanneer kom ik precies in aanmerking voor de vrijstelling? Om in aanmerking te komen voor de startersvrijstelling moet je aan de volgende voorwaarden voldoen. Je koopt een woning waar je zelf in gaat wonen. Je bent jonger dan 35 jaar. Je hebt de vrijstelling niet eerder gekregen. En vanaf 1 april komt erbij dat de woning niet meer dan 400.000 euro mag kosten. Vraag 4. Welk moment in het koopproces is bepalend of ik in aanmerking kom voor de vrijstelling? Het moment dat de woning aan jou wordt overgedragen, dus bij de notaris, is leidend en niet het moment dat de koopovereenkomst wordt getekend. Vraag 5. Komt er een overgangsregeling voor mensen die in 2020 een huis hebben gekocht? Dat is helaas niet het geval. De startersvrijstelling geldt pas sinds 1 januari 2021 en het moment dat de woning bij de notaris wordt overgedragen is bepalend. Heb je dus eerder in 2020 een woning gekocht en overgedragen gekregen bij de notaris, dan kom je niet in aanmerking voor de vrijstelling. Maar vindt de overdracht van deze woning in 2021 plaats, dan kun je wel in aanmerking komen voor de vrijstelling. Vraag 6. Ik ben boven de 35 jaar, maar mijn partner niet. Komen we in aanmerking voor de vrijstelling? De voorwaarden voor de vrijstelling gelden voor iedere koper afzonderlijk. Stel, je koopt samen een woning waarbij het eigendom 50-50 is verdeeld. Dan betalen jullie over de helft van de woning 2% overdrachtsbelasting en over de andere helft niet. Vraag 7. Ik heb al eerder een woning gekocht, ben onder de 35 jaar en wil verhuizen. Kom ik in aanmerking voor de vrijstelling? Dat je al eerder een woning hebt gekocht, maakt niet uit. Voldoe je aan alle voorwaarden van de startersvrijstelling, dan kun je nog steeds in aanmerking komen. Vraag 8. Ik begreep dat de woning niet duurder mag zijn dan een bepaald bedrag. Klopt dat? Vanaf 1 april 2021 komt er inderdaad een voorwaarde voor de startersvrijstelling bij. De woning mag vanaf dan niet meer kosten dan 400.000 euro. Ook hier geldt weer dat het moment van de overdracht bepalend is. Vraag 9. Ik wil een woning kopen voor mijn kind. Welk tarief moet ik dan betalen? Als je niet zelf de woning gaat bewonen, betaal je 8% overdrachtsbelasting. Ook ouders die een woning kopen voor hun kind, zullen dus het 8% tarief gaan betalen. En de laatste vraag, hoe kan ik de vrijstelling aanvragen? Je moet een schriftelijke verklaring aan de notaris geven waarin je verklaart dat je de vrijstelling niet eerder hebt toegepast en de woning zelf gaat bewonen. Het formulier hiervoor kun je vinden op de website van de Belastingdienst. Zo, dat waren alle vragen. Vond je de informatie in deze video nuttig? Vergeet dan niet een duimpje omhoog achter te laten. Meer informatie over de overdrachtsbelasting vind je op rijksoverheid.nl. En natuurlijk, veel plezier in je nieuwe woning.